Ik zit hier met Michiel Langezaal, CEO van Fastned. En we gaan even een update doen wat er eigenlijk veranderd is voor de elektrische rijders in 2019 en ook 2020. En ik ga even praten over hoe gaat het met laden? Wat gebeurt er met de fast chargers? Worden die steeds sneller? Hoe is de coverage van alle netwerken die er op dit ogenblik zijn en ook internationaal? Dag Michiel, waar ben je op dit ogenblik? Ik ben op dit moment thuis en net zoals heel veel van onze medewerkers, want uiteraard geven we ook gehoor aan de oproep van de overheid. Dus we werken vanuit huis, maar virtueel op een laadstation zoals je ziet. Het werkt gewoon prima. En de business runt gewoon prima. Iedereen kan gewoon alles doen op afstand. Ja, onze systemen werken in de cloud. Het netwerk is van afstand bedienbaar. Uiteraard moeten monteurs wel naar de stations toe. Maar het overgrote deel kunnen we vanuit afstand goed bedienen. En de uptime is nog steeds boven de 99,9%. Ja, oké. Ja, bij mij heeft altijd gewoon goed gewerkt. Oké, laten we even praten over het afgelopen kwartaal. Want toen heeft corona is vanaf maart gewoon gaan hitten. Hoe is het gegaan met het rijden, het elektrisch rijden in Nederland? En heeft dat een enorme invloed gehad op jullie omzet? Nou, ons laatste kwartaal was ook een van de was het beste kwartaal ever. Hè? Dat is misschien een mooi moment om ook even te kijken naar het grafiek. Ik zal eventjes het plaatje erbij pakken. Dit is het omzet of het aflevergrafiek, hè, kilowatturen afgeleverd. Dan zie je dat het eerste kwartaal van dit jaar weer hoger is dan het laatste kwartaal van vorig jaar. Uiteindelijk dus 3200.000 kilowattuur geleverd. Dus hoeveel is dat nou? Is dat 32 gigawatt? Of ik moet even die nullen even goed hebben. En ongeveer 1,7 miljoen euro aan omzet uit laden. Hè? Dus het zijn hele substantiële bedragen aan het worden. Maar we zien wel, als we kijken, we zien in maart natuurlijk dat de omzet ongeveer 70% lager begint te liggen vanaf het moment dat die maatregelen van corona erin komen. Dus we zien wel een serieuze impact als gevolg van corona. Mm-hmm. Aan de andere kant, als we kijken naar corona op de langere termijn, is dat natuurlijk uiteindelijk een tijdelijk iets. Die automakers die hebben fabrieken gerealiseerd. Die auto's die staan zelfs nu deels al, we noemden het al eerder, hè, de Volkswagen ID3's, die staan al op een parkeerplaats. Die auto's die gaan afgeleverd worden, zij het, met een vertraging. Ja, ik denk uiteindelijk ook, dat dus... Ja, Tesla had ook weer gewoon een fantastisch kwartaal waarin ze bouwden en zo. Dat was echt... En China is weer aardig aan het beginnen. Nou, laten we even kijken, dat is het eerste kwartaal. Dus dat ging gewoon door. En maart is natuurlijk minder. Hoe is het vorig jaar gegaan? Misschien kun je wat kengetallen geven over wie jullie klanten zijn en wat ze laden en dat soort zaken. Ja, laten we even kijken naar een aantal grafieken uit de Investor Relations presentatie die ook online staat. En dan kijken we eigenlijk naar hoe bouwt zich dat nou eigenlijk op? Nou, het begint eigenlijk met marktpenetratie. Maar we zien die marktpenetratie jaar op jaar toenemen. Dat is een gevolg van het feit dat we een groter, dichter verspreid netwerk hebben. Dat we snellere laders aanbieden, waardoor ons netwerk relevanter wordt voor meer rijders. Ja. En we zien ook dat batterijen groter worden, het middelste grafiek. We zien dat mensen meer opladen, dus de hoeveelheid stroom die we per klant verkopen neemt toe. En uiteindelijk, de meest rechter grafiek, de omzet die we per elektrische auto op de weg maken neemt toe. Hmm. Nou, dat zijn eigenlijk hele belangrijke kentallen die je 40% aangeven. Van de klanten, 40% van de mensen met een elektrische auto komt gewoon per kwartaal bij jou langs op dit ogenblik. Ja. Ja. En dat blijft ongeveer, en dat stabiliseert een beetje. En de hoeveelheid omzet die neemt nog steeds echt gewoon per jaar neemt dat gewoon toe. En ja, als je kijkt dan inderdaad 68 kilowattuur is dat per... dat is per kwartaal, zie ik. Hè? Je doet 68 kilowattuur per customer, doe je, zeg maar. Ja. Is dat per laatste sessie of is dat gewoon de totale omzet van alle sessies die één bepaald iemand heeft gedaan? De totale omzet van één iemand in die periode. En dat betekent dus dat ongeveer 3-4 laadsessies zijn. De gemiddelde sessie enkele jaren geleden zat misschien net onder de 15. En die begint langzaamaan te groeien naar richting de 20. En dat is natuurlijk een gevolg van de mix van auto's. We zien natuurlijk inmiddels Audi's in het netwerk hangen die in één keer 70 kilowattuur hun batterij in stoppen. Of een Tesla Model 3 of dat soort auto's zien we ook. Maar er zit natuurlijk nog een hele mix aan auto's zoals BMW, i3's, Nissan Leafs die veel kleinere batterijen hebben. En waarvoor 15 kilowattuur
een behoorlijke laadsessie is. Nou ja, dus dat groeit eigenlijk nog maar langzaam van 15 naar 20, naar 20 kWh per laadsessie. Want inderdaad, voor mij is dat gewoon niks. Als ik gewoon een Tesla, alle Tesla's die hebben allemaal 70, 60, 70, 80, 90 kWh. En dat wordt steeds meer normaal. Heb je ook zie je ook een verschuiving? Heb je ook een idee van het marktaandeel van snelladers vergeleken met langzaamladers? Nou ja, ik denk als we kijken naar bijvoorbeeld de RVO-cijfers, zien we daar natuurlijk wel iets over. We zien natuurlijk dat het netwerk van publieke laadpalen dat groeit. Het netwerk van snelladers groeit ook. Mm-hmm. Maar ik denk wat we wel heel duidelijk zien, is dat het volume wat daarmee afgeleverd wordt aan het verschuiven is. De resultaten die we bekendgemaakt hebben, daar is het eigenlijk altijd zo dat Fastned altijd sneller groeit dan de markt. We groeien sneller dan het aantal elektrische auto's. En dat kan eigenlijk alleen maar als die mix ook verandert. Ja. De snellaadstations zijn een steeds groter deel van het laadvolume benodigd om elektrische auto's te kunnen laten rondrijden aan het afleveren. Oké, okay. Kun je even laten zien jullie penetratie nu? Van hoeveel stations hebben jullie en hoeveel hebben nu ook van die snelle laders? Dus zeg maar van niet 50, maar 150. En ik geloof zelfs dat je nog hogere dingen aan het doen zijn. Nou, we kunnen hier bijvoorbeeld even kijken naar het netwerk. Hè. We zien hier op het scherm zien we de stations in de landen. Ja. Station in de UK nu. Zijn daar duidelijk bezig met meer stations bouwen. Die zullen in de komende maanden online gaan komen. In Nederland hebben we natuurlijk ook de uitbreidingsplannen. Inmiddels stationslocaties verworven in België. Afhankelijk even van hoe de coronamaatregelen zich uitvouwen, willen we uiteraard daar dit jaar ook verder gaan met de bouw. Duitsland, ja. Idem dito. En is Nederland, het ziet er, je hebt een heleboel stippen. Is dat genoeg of heb je nog, moeten er nog 30 of 40 bij? Wat is je plannen om uit te breiden? Nou, als we kijken naar, ik scroll even door het jaarverslag heen. Ja, en daar staat ook een staatje daarvan in. Even kijken. Dan zien we hier het aantal verkregen locaties. En in 2019 staat dat getal nu op 259. Dat is inclusief het aantal locaties wat we al gebouwd hebben. Betekent dat we op dit moment met meer dan 100 locaties aan het werk zijn. Dus denk aan bouwvergunningen. Zorgen dat er een ontwerp komt van de locatie, het realiseren van netaansluitingen. Op dit moment zijn er 138 netaansluitingen aangekocht, dan wel operationeel, dan wel betrokken aan dus een bestaand station. Dus er zijn ook meer dan 20 locaties waar we op dit moment echt bezig zijn met de voorbereiding aan de bouw, omdat daar dus ook stroom op die locatie gerealiseerd is. Is dat dan ook nog in Nederland? Komt er ook nog gewoon Nederland dingen bij? Ja. Van die 259 is een heel serieus aandeel nog steeds Nederland. Hè. We hebben in de tijd rechten verkregen aan meer dan 200 snelweglocaties. Nou ja. Daar is orde grote 160, 170 locaties zijn daadwerkelijk vergund nu. Hè. Daar kunnen we bouwen of is gebouwd. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er echt nog zeker tientallen locaties in Nederland bij gaan komen. Maar ook in het buitenland. Denk aan de locatie die we verkregen hebben in Zwitserland. Hè, 20 locaties voor een periode van 30 jaar. In België, 13 snelweglocaties in Vlaanderen. Dat zijn echt ontwikkelingen waar we heel hard aan werken. En dat zijn ook de stappen om dat netwerk langzaamaan zuidwaarts, oostwaarts, noordwaarts te bewegen. Ja. Om uiteindelijk aan die missie te werken. Vrijheid voor de elektrische rijder. Oké. Okay. Als je kijkt over die active customers, er staat 42.000. Wat betekent dat? Wat zijn dit? Van 17.000 naar 42.000. Wat betekent dat cijfer? Nou, dat is dat getal waar we eerder naar keken. Dat is eigenlijk die marktpenetratie. Hè? Dus hoeveel actieve klanten zien wij op het netwerk? En volgens mij de definitie hier, zou ik even na moeten kijken, maar is het aantal mensen wat één keer per kwartaal minimaal heeft geladen. Ja, you're defined as charged at least once in the last quarter of the relevant year. Oké, okay, dat is van 17.000 naar 42.000 gestegen in één jaar tijd. Dus dat gaat dat is in ieder geval aardig omhoog. En dat gaat heel hard omhoog. Ja, dus je hebt vooral die als percentage van de BEV-rijders is dat gewoon een heel gebeuren. Oké,
Hey, hoe kopen mensen bij jullie, zeg maar, de kilowattuurs? Ik heb gewoon een abonnement, dus ik betaal gewoon een tientje en dan betaal ik, weet ik veel wat, 38 cent of zo. En andere mensen die doen gewoon, die komen gewoon aan en die betalen per keer. Hoe doet de Nederlander dat? Nou, de Nederlander die kan zijn laadpas ervoor houden. Dan wordt het gewoon afgerekend via de reguliere laadpas die mensen hebben. Ze kunnen een account aanmaken bij Fastned. Dan kun je ook nog kiezen om een abonnement te nemen. Dus voor de veel gebruikers is dat ook een prettige optie. Ja. Betaal je een iets lagere prijs per kilowattuur met een kleine abonnementsprijs. Je kan ook kiezen om je creditcard of je bankgegevens te gebruiken. Dus er zijn heel veel manieren om te betalen. Okay, je kunt echt gewoon aankomen. En je kunt zelfs met pinpas of zo kun je ook gewoon aankomen nu. Ja, dat is iets wat we nu aan het testen zijn in de UK bijvoorbeeld. Waar je je pinpas voor de lader kan houden en daarmee kan betalen. Mm-hmm. De uitrol daarvan op de rest van het netwerk is zeker ook iets wat ik graag zou willen. Dus dat zijn echt ontwikkelingen waar we druk mee bezig zijn. Ja. Maar op dit moment al in de app kun je gewoon een bankrekeningnummer ingeven. Je kunt een creditcardnummer ingeven. Dus er zijn een hele hoop betalingsmethoden. Ja, uiteindelijk... dat is niet meer het probleem eigenlijk. Je bent dus en de mooiste ontwikkeling is operabel met het Nederlandse systeem. Dus je kunt gewoon ook nu met een normale pas kun je bij Fastned kun je aankomen. Dat is ook wel heel goed. Dat je één pas hebt en dan heb je één factuur en dat soort zaken. Nou, ik denk dat wel het mooiste is misschien nog wel autocharge. Waar je gewoon uiteindelijk een account aangemaakt hebt eens. En je auto koppelt aan die account en gewoon een stekker erin steekt. En de volgende keer herkent de auto de lader en de lader de auto. En wordt gewoon die transactie gewoon op jouw account gebeeld. Ja. Dat is ook het mooie van het feit dat het een stekker is. Ja, plug and charge, dat hebben we veel over gepraat. Die standaarden zijn. Is dat al operationeel? Kunnen we dat al ergens doen? Nou, plug and charge als technische standaard is echt nog in ontwikkeling. Hè? En hoe dat precies het leven zal gaan zien, dat is denk ik toch nog best wel een vraag. Mm-hmm. Maar wat wij gedaan hebben is 2 jaar geleden gezegd, nou, dat duurt nog erg lang. Laten we nou in ieder geval stappen gaan zetten. En we hebben dat toen maar gelabeld autocharge. En dat is een ontwikkeling die we zelf gemaakt hebben, die ook open source is. Die staat gewoon op GitHub gepubliceerd. Okay. Met eigenlijk het idee, laadnetwerken van de wereld, laten wij nou het onze klanten makkelijker maken. En die open source die mogelijkheid bieden om autocharge aan te bieden. Kan ik dat al met mijn auto doen of zo? Van, moet je daar een auto voor hebben of is dat gekoppeld aan de app? Of hoe werkt dat? Nou, eigenlijk wat je doet is je maakt een account aan bij Fastned. Ja. Je gaat met de auto naar een station toe. En de eerste keer klik je naar, ik wil dat de auto wordt herkend door de lader. Dus ik wil dat u mijn gegevens opslaat. Ja. Die auto die heeft een unieke code. Nou, die linken we aan jouw account. En de volgende keer dat je er komt, ja, dan zendt die auto weer die code uit. En dan zeggen we, oké, die code... Dat is nu operationeel. Dat werkt nu en dat is nu operationeel. Er zijn enkele auto's die er geen gebruik van kunnen maken, omdat dit hangt aan dat CCS-protocol. Ja. Shademo kent geen identificatie. Maar dus, ik heb een Tesla met CCS. Kan ik het wel gebruiken of niet? Ja, Tesla kan er zeker gebruik van maken. Heel mooi. Nou, hartstikke fijn. Oké, dus hoe gaat het met de ontwikkeling van de automarkt? Dat is misschien wel leuk. Je had ook nog wat plaatjes van waar jij zit. Hoe ontwikkelt het zich en vooral eigenlijk wat zie je komen? Nou, ik denk als we naar de automarkt kijken, uiteindelijk we zien nu als gevolg van corona denk ik best wel even een vertraging. We zien even dat die autofabrieken stilstaan, de afleveringen zullen een deuk oplopen. Aan de andere kant, die megatrend naar elektrificatie, die is heel veel tractie aan het krijgen. Die autofabrieken worden gerealiseerd, die regelgeving is strikter dan ooit. Mm-hmm. Maar wie zie jij nou vooral eigenlijk komen? Want vanuit jij, je spreekt met iedereen. Wat zijn de partijen die er echt serieus mee bezig zijn? Nou, ik denk uiteindelijk... Tesla, dan heb je een hele tijd niks. En wie komt er dan als tweede? Ja, nou, ik denk, het is wel goed dat je het zegt. Ik denk, Tesla heeft echt die markt bewogen. Dat is echt de voorloper geweest. Ja. En ik denk dat, als je dan kijkt naar nummer 2, ik denk dat uiteindelijk dat Volkswagen een goede nummer 2 gaat zijn. Mm-hmm. En die hebben het geluk van Dieselgate gehad. Want dat heeft ze uiteindelijk gedwongen om dit te gaan doen. En de vraag, moeten wij elektrisch gaan doen en in wat formaten, die is er eigenlijk niet meer, want dat heeft de rechter voor ze beslist. Oké, okay. Dus jij ziet ook, heel fijn. Dat heb ik ook gemerkt en zo, wij zijn als Ver ook daarheen geweest. Maar jij ziet ook dat ze gewoon echt serieus zijn. Je ziet ook PON in Nederland daar ook echt mee bezig zijn. Ja. Nou, en ik denk uiteindelijk bijvoorbeeld een Fiat of een Alfa Romeo, om dat te noemen. Ik denk dat we daar, dat zijn echt de partijen waar ik me van afvraag,
ja, wat gaat daar nog van zijn over zoveel jaar? Want ik zie nog steeds vrij weinig modellen. Je ziet echt dat die automarkt gaat verschuiven. En elektrisch rijden zal echt iets zijn van partijen als Tesla. En Volkswagen is grote stappen aan het maken, ja. Ja, oké, er is een... er is een Europese laadpalenassociatie, gestart. Hè? Waar een aantal van die partijen in zaten. Ik zat bij, zo'n evenement. Hoe heet het ook alweer? Future of zo? Nee. Maar er is in ieder geval een Europese association van laders is er gestart, Ben je daar mee bekend? En wat gaan jullie ermee doen? Nou, er zijn een hele hoop initiatieven. Ja. Maar bijvoorbeeld, er is een organisatie in Brussel die echt op Europees niveau kijkt naar beleid voor elektrisch rijden, Averen. Dat is zeker iets waar we betrokken bij zijn en zeggen, wat moet er gebeuren op Europees niveau om elektrisch rijden ook daar beter op de kaart te zetten? Ja, oké, jullie hadden dus, jullie waren EBITDA positief met het operationeel runnen van je stations. Wat betekent dat? Welke kosten zitten daar op dit ogenblik in? Nou, ik denk, laten we even beginnen misschien bij de missie. Ik denk, het is ontzettend belangrijk voor onze missie om uiteindelijk ook een winstgevend bedrijf te worden. Zonder winstgevend te zijn kun je niet op een bepaald moment, kun je niet doorgaan met de bouw van stations. Dus het is iets wat heel belangrijk is en waar we ontzettend blij mee zijn. Ja. Dat we kunnen laten zien dat die stations afgelopen jaar 6,6% return on investment hebben gerealiseerd. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een belangrijke bericht in zoverre is. Wat zit er daar voor een kost in? Dat is eigenlijk het bedrijf op het moment dat je alles wat je doet om het netwerk te groeien niet zou doen. Zou je nu gewoon zeggen, dit is het bedrijf, dan komt er 6,6% EBITDA uit. Ja, oké. Dus dat in ieder geval, dat vind ik heel mooi. Dus de kosten om het, de elektriciteit en de kosten en de omzet, die zijn nu winstgevend. Ja. Zitten daar de afschrijvingen ook in? Nou, dat is voor afschrijvingen nog, dus dat komt daar nog bij. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een stap waar we hard aan werken. Maar ik denk uiteindelijk, we zijn natuurlijk jaren geleden begonnen met het idee ook om te investeren in de toekomst. En het feit dat er nu op EBITDA-niveau geld uit begint te komen, wat we kunnen gebruiken om te investeren ook in de uitbouw van dat netwerk. Ja. Dat is wel een heel cruciaal moment. Ja. Dus nu ze er zijn en nu ze draaien, leveren ze gewoon geld op. Dus dat is in ieder geval de eerste stap. Het tweede is dat je dan inderdaad afschrijving wil betalen. En de derde de financieringslasten en de vierde nog wat andere dingen. Dus daar gaan we dan nog even zo meteen verder over praten. Maar dat is een mooi moment. Want dat was vorig jaar, ging dat van min 1,2 miljoen. En nu heb je 500.000 of 600.000 euro verdiend. Dan, jullie zijn dus in de uitbreidingsfase nog steeds. En je bent daar dus ook bezig mee om geld op te halen. Dat zijn jullie kampioenen in, hè, om geld op te halen uit de markt. Je bent ook 3 keer naar de beurs gegaan. En nu dit jaar ben je weer naar de beurs gegaan. Hoe bevielen die 3 verschillende beurzen? Ik denk de eerste was denk ik heel, heel gezellig. En dat voelde heel met een kleine groep. Hè, een soort van de friends and family. En ik denk uiteindelijk, het doel om naar steeds een grotere beurs te gaan is omdat we uiteindelijk zoeken naar een grotere kapitaalmarkt. Mm-hmm. En we willen het ook makkelijker maken voor mensen. En dat is denk ik belangrijk. Hè? De stap naar Euronext betekent dat mensen gewoon vanuit een normale beleggingsrekening kunnen kopen en verkopen in hun belang in Fastnet. Ja, en daartussenin zat nog een andere. Dus je bent nu bij de serieuze beurs aangekomen en je zat ook bij een exchange of zo van... Maar daarvoor zaten we bij een exchange. Dat was eigenlijk die 3 verschillende beurzen langs elkaar. Je zei al, de eerste was heel gezellig, want het was gewoon de eerste en de enige. Ja. En toen kom je bij de tweede terecht. Hoe was het daar? Nou, ik denk, een exchange in zoverre was voor ons echt een stap naar boven als het ging om, zeg maar, hoe werkt technisch die beurs. Hè? Het was een beurs waar technisch gezien het beter mogelijk was om stukken te verhandelen. Ja. Maar het moeilijke was uiteindelijk dat wij natuurlijk wel zoeken naar ook toegang tot mensen. En er was niemand. Ja. Het was een fantastisch werkende beurs, maar er was niet zoveel. Ja. Er waren niet zoveel mensen. Uiteindelijk bleek dat eiland dat het was, de connectie naar de buitenwereld, die kwam er niet. Liquiditeit. Uiteindelijk is dat natuurlijk heel belangrijk voor Fastnet. Ja. En daarom de stap ook naar niet meer een eiland, maar naar het vasteland, waar we connectie hebben met veel meer mensen. Mm-hmm. En ik denk uiteindelijk dat dat heel belangrijk is. Want die investering die we daarin gedaan hebben,
die leidt er uiteindelijk toe dat we ook aan een grotere kapitaalmarkt staan. Ja. En als je kijkt ook naar de verhandeling van aandelen, er is veel meer liquiditeit in het aandeel gekomen. Ja, en dat was, je had ook een heel succesvol jaar, want je had geloof ik iets van 25 miljoen opgehaald of 28 miljoen vorige afgelopen jaar in 2019. Ja, klopt. We hebben inmiddels weer bijna 20 miljoen euro opgehaald. En dat is uiteindelijk allemaal weer financiering die we aantrekken om te zorgen dat we dat netwerk kunnen vergroten, meer stations kunnen bouwen. Dat zijn allemaal dingen die we doen. En ik denk uiteindelijk dat vast hebben we bijna 80 miljoen euro geïnvesteerd of gerealiseerde fundraising. Ja. Een van de weinige partijen is die zo ontzettend veel geld heeft kunnen investeren in laadinfrastructuur. Ja, dat zien we ook al om ons heen. Hey, nu hebben we dus, je hebt echt gewoon 20 miljoen in de bank staan. En dat is echt gewoon fantastisch. Want dat, in deze tijd is dat echt heel erg belangrijk. Hoe lang, als die omzetten zo naar beneden gaan en die beurzen zo onduidelijk zijn, met die 19 miljoen, hoe lang kun jij het uithouden? Want je kunt een beetje, je kunt minder investeren. Ja. Maar je hebt wel je leningen. Je hebt iets van 60 miljoen aan leningen die je moet terugbetalen over de komende tijd. Hoe lang hou je het uit als die beurzen een beetje op slot gaan? Nou, ik denk, om te beginnen, want je zegt het heel goed, is dat er staat een behoorlijk kassaldo, bijna 20 miljoen euro op de bank, einde jaar. Nou, dat is een unieke positie die Fastned heeft. En dat komt omdat ze zowel bouwt als opereert. En wat wij kunnen doen dus eigenlijk, is dat we fondsen die we initieel willen allokeren aan stations, die kunnen we tijdelijk vertragen en gebruiken om te zeggen, we dekken een periode van lagere omzet. Dat maakt het bedrijf heel resilient eigenlijk. Heel minder kwetsbaar voor tijdelijke veranderingen. Ja, dus hoe lang kan dat met dat vond ik heel mooi dat je die positie had van, zoals het er nu uitziet, stel dat die markten op slot gaan, hoe lang kun jij het dan, operationeel kost het niet meer geld, maar je moet wel je afschrijvingen en je leningen terugbetalen. Hoe lang hou je dat dan uit? Nou, waar we nu naar gekeken hebben, ze hebben gezegd van als we nu uitgaan van enkele maanden echt serieus lager omzetten. Mm-hmm. Tweede is, we houden ook een serieus hogere buffer aan. Dan zelfs dan hebben we ver in 2021 hebben we een positief kassaldo met nog een buffer van enkele miljoenen. Oké, okay. Dus eind tot 2020 en 2021 heb je gewoon geen zorgen. Je kunt dat een beetje door die investeringen zeg maar dingen. Oké. Okay. Operationeel ben je al positief. Onder de streep staat nog steeds, ben je van min 6 naar min 12 gegaan. Die 12 miljoen, die bestaat dus. Waar bestaan die componenten uit eigenlijk van die verliezen? Want je salarissen om het te runnen, dat was al uit die EBITDA. Maar je had nog 3 miljoen afschrijvingen, 3 miljoen kosten financieringen. Maar wat is de gang naar de nul op dat gebied? Nou, ik denk, serieus verlies afgelopen jaar zijn er twee delen die denk ik belangrijk zijn om even te benoemen. Eén is een aantal exceptionele items, dingen die niet vaker voorkomen. Je gaat niet een tweede keer naar Euronext. Nee. Dat is een serieus bedrag, dat geef je één keer uit om naar die grote kapitaalmarkt te komen. Ja. Het tweede is dat er een hoeveelheid opties uitgegeven zijn aan personeel. Ontzettend belangrijk, want die werken heel hard aan het netwerk bouwen. Dat is geen cashflow probleem. Nee, dat is geen cash, hè? Dat is non-cash, dat item. Ja. Alleen dat heeft wel een waarde en vandaar dat het daarvoor komt. Ja, prima. Nou, dat zijn twee belangrijke items. En de andere is natuurlijk de enorme investering in salarissen, kantoorkosten die wij doen, orde grootte even 3 miljoen, in het zoeken naar locaties, het ontwerpen van locaties, het aanvragen van vergunningen, het werken met netbeheerders, het ontwerpen van nieuwe software, ontwikkeling van software. Al die dingen, eigenlijk de vergroting en verbetering van ons netwerk. Ja. Dat zijn investeringen in de toekomst. En dat zie je dan terug in de verlieslatendheid. Oké, en dat zeg maar, dat staat onder het kopje netwerkuitbreidingen. Dat zijn dus geen investeringen, maar dat zijn wel kosten die je maakt. Dus dat is oké. Maar je hebt dus inderdaad, enerzijds, je hebt 20 miljoen nog 20 miljoen in kas. En je hebt 60 miljoen aan leningen. Die moeten een keer terugbetaald worden. Maar jij denkt in ieder geval voor de komende jaren dat je daar geen probleem hebt. En je zit nu op een serieuze beurs waardoor je meer geld kunt aantrekken zolang je maar vertrouwen hebt. Ja. Dus daar heb je niet. Kijk, uiteindelijk, we hebben nu een periode, een ruime periode tot ver in 2021, waarop we opties kunnen ontwikkelen. Waar we zullen kijken naar hoe we verdere financiering ophalen om dat netwerk verder te vergroten. Mm-hmm. Als we kijken naar die leningen die we aan hebben getrokken. De eerste daarvan, die voor een bedrag van 2,5 miljoen,
Die moeten we terugbetalen december 2021. En daarna langzaamaan in stapjes vallen die vrij. Mm-hmm. Ik denk dat we daar ook naar zullen kijken. En uiteraard dus afhankelijk van de keuzes die op dat moment verstandig zijn. Hè. Je kunt kiezen om door te gaan met groeien. Je kunt minder hard groeien. Zul je kiezen om om terug te betalen, her te financieren. Ja. Er zijn een hele hoop opties. Ja, maar goed, als het aantal auto's gaat spuiten, dan gaat jullie omzet zo een factor 4-5 omhoog. En dan kun je het gewoon uit de dingen halen. Ja. Oké, Michiel, nou dankjewel. Dit was even de update van Fastned. En fijn dat jullie in ieder geval zo lekker aan het uitbreiden zijn. En ik word altijd blij ook als ik langs jullie station ga. Ik hoop dat ik nog een keer een auto krijg die inderdaad dat 350 kilowatt aan kan. Waar staat die lader die dat op dit ogenblik kan? Er staat een 300 kilowatt lader, die staat ten noorden van de A1 bij Muiden. Dat is een van onze nieuwste laders waar we heel erg naar kijken. Daar kunnen twee auto's tegelijk aan laden, maar bijvoorbeeld ook één auto die 300 kilowatt kan krijgen. Als je daar met een Porsche Taycan nu heen rijdt, dan kun je daar 250, 260 kilowatt krijgen. Dat is een ontzettend hoge laadsnelheid. Ja, en dan ben je inderdaad echt 300. Dus dat is maal 5, is dat 1500 kilometer per uur. Ja, dan schiet het en dan ben je binnen een kwartiertje ben je aardig klaar. Houdt die het ook een tijdje vol? Of is die net zo, of de Tesla die gaat meteen naar beneden? Ja. Maar die Porsche, gaat die nog een beetje lang door? Die Porsche, daar hebben ze geïnvesteerd. En de prijs is deels ook natuurlijk daarnaar. Maar die Porsche hebben echt geïnvesteerd in te zorgen dat die batterij ook heel goed gekoeld wordt, et cetera, et cetera. Dus je ziet echt dat die, na die laadsessie van orde grootte 0 naar 40-50% een heel hoog vermogensniveau houdt. Boven de orde grootte 250-200 kilowatt. Ja. Daarna bouwt hij af naar 150 of zo. Dus je houdt echt een hele hoge laadsnelheid voor de hele periode van 0 naar 80%. Oké. Dankjewel, Michiel. Top. Dankjewel. Bye.